Oké, denk je dat die pet helpt tegen het zweten? Wat is niet te doen, die kale kop van me. Oké, we gaan beginnen met de dumbbell side raises. Het is een isolatietechniek voor de zijkant van je schouders. Daar krijg je die mooie brede schouders van, waar menig vrouw gek van wordt. Dus wat ga je doen? Je pakt de dumbbell. Probeer altijd uit te vinden wat het juiste gewicht is voor jezelf. Je buigt je armen een klein beetje. Nooit helemaal strekken, maar een klein beetje. Trotse houding, dus je doet de borst naar voren. Belangrijk. Wat je dan gaat doen is, je brengt ze rustig omhoog. Op het moment dat je met je hele lichaam gaat zwaaien en moeite moet doen om hem omhoog te krijgen, moet je je lichter gewicht pakken. Het is altijd beter om een oefening rustig uit te voeren en goed, maar snel en heel veel kracht met heel veel gewicht. Maak je niet een stuk stoerder, alleen maar een stukje dommer. Wat belangrijk is, is dat je de rest van je lichaam stilhoudt. Als dat niet gebeurt, dan pak je dus een lichter gewicht. Je gaat wat breder staan, je staat stevig. Je brengt ze rustig, armen een klein beetje gebogen, op schouderhoogte. 1. 2. Zie jij dat ik ze zo hou, dat ik hem zo hou en niet zo? Op het moment dat je hem zo houdt, train je rug. Op het moment dat je het zo houdt, train je schouder. Borst naar voren en je handpalmen naar beneden. En op het moment dat je denkt, hey, ik ben wat sterker, doe je hem snel omhoog. En rustig naar beneden. De dumbbell side raises. Isolatietechniek. Speciaal om de zijkant van je schouders te trainen. Krijg je zulke schouders van. Kan je stoer lopen in de club. Oh ja, vergeet niet te abonneren. Tof kanaal dit. Day one.